Tot 4 en niet hoger. Voorkom vertraging, schade en boetes. Het is belangrijk dat u als vrachtautochauffeur de hoogte van uw voertuig checkt, voordat u de weg opgaat. In Europa geldt namelijk de norm, vrachtauto's mogen niet hoger zijn dan 4 meter. Er ontstaat regelmatig schade aan tunnels, doordat de hoge vrachtauto's er toch doorheen proberen te rijden. Dit levert onveilige situaties op, zorgt voor vertraging en reparaties kosten veel geld. Daarom houden we al onze tunnels continu in de gaten: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit doen we vanuit verkeerscentrales met behulp van camera's en detectiesystemen. Het detectiesysteem meet de hoogte van uw voertuig. Dit doet het systeem op twee meetpunten: als uw vrachtauto te hoog is. Krijgt u bij het eerste meetpunt een waarschuwing via een knipperend bord? U kunt uw weg via de eerstvolgende afrit vervolgen. Neemt u de eerstvolgende afrit niet, dan passeert u het tweede meetpunt. Als uw vrachtauto te hoog is, verlagen we de toegestane snelheid. Het verkeerslicht gaat van geel naar rood en de tunnel gaat dicht. Dit heeft gevolgen voor u en alle andere weggebruikers. Iedereen komt stil te staan en loopt vertraging op. U kunt ook een boete krijgen. Via een luidspreker krijgt u de oproep om naar een speciale calamiteitenweg of vluchtstrook te rijden. Hier meet een weginspecteur de hoogte van uw vrachtauto met de hand op. Blijkt uit deze meting ook dat uw vrachtauto te hoog is, dan kan de weginspecteur of de politie u een boete geven. Wat kunt u als vrachtautochauffeur doen om vertraging, onveilige situaties, reparaties en een boete te voorkomen? Meet na het laden altijd de hoogte van uw voertuig. Zorg ervoor dat er geen lading boven uw vrachtauto uitsteekt en zet dekzeilen goed vast. Wilt u toch met een vrachtauto hoger dan 4 meter de weg op? Vraag dan via de RWD een ontheffing en een alternatieve route aan.